Goedemorgen allemaal. We zijn hier met de hele Hart voor Paarden crew. En we gaan nu lekker richting het ontbijt als voorbereiding voor het Paarden YouTubers Live Event. Yay! Let's go! Nou, het ontbijt wordt allemaal gepakt. De meeste dames zitten allemaal lekker klaar. Dus we gaan lekker met z'n allen ontbijten. Hallo dames! Hi! We zijn hier in de chique boxen van de KNHS. KNHS. Hieronder. Ja. Meitje is er. Groen Tessa, Vijfster, Groen van Kik. En Alvin is er. Die gaat het hele evenement de overview houden. Hij is de bodyguard. En daar hebben we Sterren. Hallo. Het is een enorme box. Jongen, jongen, jongen. Mijn kamer is nog ineens zo groot. En daar is Henja. Oh, Henja natuurlijk ook. Ja. Morgen. Henja. Hallo. En. Rick. Ik ben er ook. Er zijn allemaal mensen die met je op de foto willen. Jippie. Nou, alle steentjes zijn tussendoor al een beetje opgezet. Van het Paarden YouTubers Live Event. Daar staat onze crew. En hier kan je vragen stellen. Daar zat Romy O. Romy Augshoorn dus. Fenna en Romy H. De kampioenen. Leanne en Maré. Vanina. Destiny, Jill. Huygenberg. En dat waren volgens mij de YouTubers wel. Er komt hier straks meer dan 1000 man. 1100 heb ik net gehoord van de organisator. Ja. En dus het wordt echt een gezellige boel hier. Straks hebben wij hier een wedstrijd, die je natuurlijk ook allemaal op film gaat zien. En dan ga ik dat omroepen voor mensen. Dan komt hier een soort wedstrijd en dan komt straks heel die tribunes helemaal vol. Jongen, jongen, jongen. Wat is dat spannend zeg. Dus geniet van deze vlog. Dit zijn de allereerste fans, kan ik wel zeggen, denk ik, die mij sowieso hebben herkend. Dus hallo, hier ben Rick. Oh, ja. Hey. Hi. En jullie zijn? Mout en Hanny. En welkom in de vlog. Dankjewel. Wij kwamen net zo backstage, kwamen zo weer naar beneden en toen zag ik opeens zo'n, hoe noem je zoiets eigenlijk? Paard en wagen. Paard en wagen. Maar daar had ik het niet over. Ik had het over de vlog. Oh. De vlag! De vlag! Doe even de deur open, zo. De vlag! Oh, de vlag! Kijk dan hoe gaaf! Oh, kijk! Hallo! De vlag! Oh, maar er zat hier een paard! Ja, het gaat om de vlag! Oh, de vlag! Paarden YouTubers Live Event. Wat een coole vlag! Kom! Let's go! Vlagpak! Ma? Ja? Het is gebeurd. Ja! Ik ben... Hij is op de foto geweest! Yes! 4 keer! Dus zijn dag kan niet meer stuk. Hoe laat is het? Ik ga even kijken hoe laat het is. Ik weet het niet. Het is nog ineens... Het is 9:50 en Rick zijn wens is vervuld. Ik ga naar huis. Doei! Zo, wat een rijen zeg. Om natuurlijk een favoriete YouTubers te ontmoeten. Jongen, 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 jongen. Zo, er worden al intensief handtekeningen uitgedeeld, foto's gemaakt. Jongen, jongen, jongen. Tessa heeft het er maar druk mee. Ja. Hè? Jongen, 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 jongen. Ja, wij mogen met Jill in de bak losrijden. Hoe vind je dat dan? Ze zit op Enzos. En die ziet er ongeveer hetzelfde uit als Macho. Alleen hij is wat slanker.
Wat is hij? Slanker. Nee. Oh, macho is slanker. Sorry. Nog erger, macho is dus slanker en Enzo's, die is ietsje voller. Daar kan je ze dus door uit elkaar houden. Maar onze ponies, kijk daar, onze hobbyponies, die zijn gewoon aan het rondlopen met Jill. Ja. En hier hebben we René, dat is de papa van Jill. En die filmt gewoon. En als je dan in Jill's films kijkt, wat doe jij dan altijd? Weet je dat? Ja? Jij weet niet wat je doet. Nou, dat zal ik je uitleggen wat jij doet. Wat doe ik? Oh, Carla heet jouw vrouw. Carla. Carla, wil jij misschien heel even komen? Ja. Kijk, en dan ga jij zo staan, zo, en dan draai je je om, zo. Ja. En dan komt René in beeld. En wat doet hij dan? Boom, 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 gaat zo achterlangs. Doe maar even, juist, dat. Dat is ons trucje. Juist, maar hij weet het zelf niet. En toch doet hij dat dus in video's, hè. Precies. En ik kan je vertellen, daarom kijk ik heel veel naar Jill. Gewoon om te kijken of René ook in beeld komt en weer raar doet. Zo gaat dat. En dit is Carla, dat is de mama van Jill. Die zien we ook heel erg veel. Ja. Ik heb en hoe gaat het? Het gaat heel goed. Ja. Tevreden over alles? Ja. Jullie organiseren het eigenlijk? Ja, ik was wel best wel zenuwachtig. Echt? Ja, ja. Na al die Grand Prix wedstrijden en alles. En dan word je zenuwachtig van een paar YouTubers. Ja, nou ja, Enzo doet het goed. Die is relaxed en dat is voor ons het belangrijkste. Okay. Ja, de paard is lekker in de vel en KNS heeft het ontzettend goed geregeld. Daar zijn we ook heel, heel trots op. Nou, super. En nog een leuke dag van mij. Dat gaan we doen. Dankjewel. Okay. Nou, ze zijn hier aan het warm rijden, Tessa en Kim. Klaarmaken voor natuurlijk de grote race die om over een paar minuten komt. Henja. En daar komt Tessa. Hoi Tessa! Ja. Zo. Nou, en straks klaarmaken voor de race. Ik zou met de pony erbij gaan staan. Ik wil drinken.
Je moest toch een pilot heen. Al het water is eruit. Hij draait. Het paarden YouTubers live event is afgelopen. Oh. Hoe vonden jullie het? Super. Ja? Heb je zin gehad? Gezellig en leuk. Ja? Ja. Nou, dan gaan we afsluiten. Roept u maar. Bedankt voor het kijken. Ja, dankjewel. En dan weer ons knauw. Dus doei. Doei.